vroeger. Vandaag hebben we de roofviskliniek op groot water en we zitten hier op Beach Club de Eemhof aan het Eemmeer. We gaan echt een fantastische bag beleven vandaag. We gaan met 4 boten het water op, met 4 man, 4 verschillende disciplines. We hebben 12 gasten mee en ik heb er enorm veel zin in. Let's go! Dat doen we voornamelijk omdat we afstand tussen de boot en het kunstgras willen creëren, breed spoor kunnen trekken. Helemaal omdat we nu in maart zitten, willen we eigenlijk gewoon echt zoeken naar die vis. Kijken waar ze liggen. Ze zullen heel verspreid liggen en dan zijn planeboards echt heel handig om afstand te creëren. En het voordeel daarvan is ook, we zitten nu met z'n drieën inderdaad in de boot. We kunnen daar gewoon meerdere aasjes aan hangen. Dus dan kunnen we gewoon kijken waar de vis het best op werkt. Dus dat is nog een voordeel eigenlijk. Yeah, 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 yeah. You got one? Nice. Push me and pull me in closer. You play me like a controller. Push me and pull me in closer. Vandaag met planeboards. Dat doen we zoals ik al zei, om afstand te creëren, maar ook om te kunnen spotten waar die vissen liggen. We doen een combinatie van drijvende pluggen en softbait, zoals deze rattletrout. Die vissen we wat dieper. Die drijvende pluggen, zoals bijvoorbeeld deze klassieke grandma, die vissen we eigenlijk richting de ondiepte. Het voordeel van drijvende pluggen is dat ze omhoog komen op het moment dat we een bocht maken. Dan zitten ze minder snel vast in de troep. Deze vis kwam van de ondiepte af, die lag echt stijf tegen het randje aan. Deze grandma liep op een meter, anderhalf, twee. Dus dat is het teken dat die vis toch een beetje tegen de taluut ligt. Dus daar, als dat nog een keer gebeurt, dan passen we onze selectie aan. En dan zetten we wat meer aas richting de ondiepte. Een lijnstopje bij een planenbordje tussen het clipje hier. Er zijn twee rubber petjes die de lijn als het ware vasthouden. En op het moment dat er een aanbeet komt, dan trekt hij de lijn ertussen uit. En de weerstand van het clipje is net genoeg om de actie van de plug of van het stuk kunstgras wat je eraan hebt. Om het vast te houden en de beweging van de boot. Maar op het moment dat er een vis op knalt, we zagen het net bij de vorige aanbeet, die keide klap erop. Dan trekt hij hem ervoor uit. Achterop zit een klein speltje. Daarmee blijft het planenbootje op je lijn zitten. Dus als je een aanbeet hebt, dat hij erop blijft zitten. En zo kunnen we eigenlijk door middel van op deze manier te trollen, kunnen we eigenlijk heel makkelijk zien waar de vis ligt en waar ze op reageert. En vandaar dat trollen gewoon heel goed is om een water te leren kennen. Maar we vissen hier best wel vaak. En zo kun je ook goed zien wat op de dag uiteindelijk werkt. You see your star again. Roll the rhythm, call it sin. City slicker than your average. Straight up, back you hydrogen. Do the damn thing. You play me like a controller. Do the damn thing. You play me like a controller. Do the damn thing. Push me and pull me in closer. Oh, damn thing. You play me like a controller. Ja, ik heb de gasten heb ik een hengel gegeven, een paar aasjes. Ja, we zijn nu aan het werpen. De gasten zijn net overgestapt. Ja, we vissen nu op het ondiepen.
vis aan het ontdiepen omdat die snoek daarheen trekt. Nu het water opwarmt, gaan we nou vooral proberen met shads. Kiezen we ervoor om dit soort shads te pakken. Met vrij lichte loodkop, variërend van 5 tot 15 gram. Dat je vrij langzaam de ondieptes af kunt vissen. Oh ja, net tijdens het zitten hoorde ik al wat knappen. Ik denk ja, het zal wel, maar daar ging dus mijn Polaroid bril. Oh ja, helaas. Gelukkig is vandaag de laatste dag van het roofvisseizoen, dus heb ik een voorlopig niet nodig. Proberen een beetje de ondieptes af te vissen. En dan proberen we hier een talud tegen de vaargeul af te vissen. Dat doen we op twee manieren. Iemand die vist met een 70 keer burbut, wat dieper. Andere gast die vist met een pike collector. Dat is een twister shed van Balzen. Een dubbele staart. Het mooie van die shed is dat je hem heel licht kunt vissen. En bij minimaal beweging komt die staart al in actie. De shed die komt al in actie door de snelheid van jouw drift. Vandaag zijn we op pad met White Label met 4 boten voor de clinics. Er komen 4 disciplines aan bod. Vissen met dood aas, trollen, werpen op snoek en verticale. Verticale is mijn onderdeel vandaag. En ik ga een heleboel mensen meenemen om gewoon even de basics te leren. En om de fijne kneepjes uit te leggen. En wat ik zoal doe, bijvoorbeeld met mijn dieptemeter. En ja, hoe je goed verticaalt. Wat we vandaag onder andere doornemen is het gewicht van de loodkop, het type shed en de actie. Wanneer je nou precies op welke manier optikt of helemaal niet. Hoe je contact houdt met de bodem en hoe je signalen op de dieptemeter kan lezen en er een naam aan kan geven van hey, dit is misschien een schoolbrazem, dit lijkt verdacht veel op een snoekbaars, dat soort dingen. Ja. Hey. En los. Nee. Ik vis op dit moment met een wat zwaardere hengel van Gamakatsu, een Destrada. Een eendelige hengel tot 35 gram. Omdat ik veel op de rivier vis en ook vaak met wat grotere gewichten, bijvoorbeeld op de Waal, heb je dat wel nodig. De mensen die vandaag meedoen met de clinic, die gaan ook met wat zwaarder gewicht vissen. Want als je voor het eerst verticaalt, is het makkelijker om met een zwaarder gewicht te beginnen, omdat het contact met de bodem dan makkelijker te bouwen is. Ja, deze is gewoon een stingetje, dit is een kleine aasje, ja, dus één stingetje is genoeg. Ze pakken hem toch direct, want het beweegt. Op de bodem draai ik 1 slag binnen. Nadat hij net mooi 30 centimeter boven de bodem hangt, is het optillen en echt gewoon heel rustig laten zakken. Dat hij dat zweefmoment, dat hij echt mooi naar beneden dwarrelt. Ja. Dat is het belangrijkste. En wanneer is nou een goede tijd om de fireball te pakken? Echt in najaar? Ja, ik vind het najaar heel goed. Omdat de vis dan in trek is, kom je gewoon veel meer vis tegen dan in deze periode. Nu ze in de paai zitten, zitten ze ondieper. Nou, en op 80 centimeter gaan fireballen, dat is niet echt handig. Maar ook midden in de winter, als het echt heel passief is, heel rustig varen. Dan zou ik toch eerder voor een dobber gaan. Gemiddeld vaar ik tussen 0,8 en 1,5 km per uur. Dan heb ik een beetje van de grootte van de aasvis af. Hoe groter de aasvis, hoe zwaarder je fireball. In dit geval gebruik ik 21 gram, een aasvis van 15 tot 20 centimeter. Hoe dieper het wordt,
hoe langzamer of hoe zwaardere loodkappen je gaat gebruiken. Oh, mooie vis, jongens. Oh, schitterend. Hoe mooi is dit? Nog even na de afsluiting. 2 meter, precies. Ja, ja. Hak hem maar meer, hoor. Helemaal top, Rick. Helemaal geweldig. Echt helemaal vet. That's some more.